Jorrit Trompet, 4-1. Ik ben eerlijk, ik had dat niet verwacht. En ik kan mij moeilijk voorstellen dat veel supporters dat hadden verwacht. Ja, ik had het zelf ook niet verwacht. Ik denk dat ja, inderdaad de meeste supporters en ik denk iedereen die met voetbal te maken heeft, had waarschijnlijk niet verwacht dat we vandaag 4-1 gewonnen zijn. Maar, probeer eens te verklaren, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat? Omdat we er 200% voor gegaan zijn. We kwamen direct, toch vrij direct. En dan zijn we vertrokken. Dan hadden we natuurlijk iets een mindere periode. Maar dan scoort, denk ik, dat we laten zien hebben dat we play-off 1 waard zijn. En dat we standaard bij momenten het heel moeilijk gemaakt hebben. En zeker verdiend gewonnen zijn. De nederlaag van Anderlecht had deprimerend kunnen werken, maar het heeft precies stimulerend gewerkt. De kopjes gingen plots weer naar omhoog. Ja, zeker, zeker. Het heeft zeker stimulerend gewerkt. Want op Anderlecht was het zeer moeilijk. En hebben we eigenlijk een soort non-match gespeeld. En ik denk dat we dat vandaag serieus goed gemaakt hebben voor de supporters. Voor iedereen die van Lokeren houdt. En ik denk dat dat mooi is. Jouw eerste basisplaats voor Lokeren, dat is sowieso al belangrijk. En dan een wedstrijd tegen Standaard winnen met 4-1. Daar kan je alleen maar een zeer goed gevoel aan overhouden. Ja, zeker, zeker. Ik heb er een zeer goed gevoel bij. Ik droomde al voor de match dat we zo'n soort uitslag konden bereiken. Maar ja, kijk, voilà. We hebben een zeer goede match gespeeld. Niet alleen we hebben een goede match gespeeld. Ik vond dat jij eigenlijk een van de uitblinkers was. Ja, ik denk dat ik tevreden mag zijn van mijn match. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het collectief. En we hebben een schitterende match gespeeld, denk ik. We hebben 4-1 gewonnen. En nu kunnen we terug verder in de play-off 1. We sluiten nu inderdaad weer aan bij het pelotonnetje. We kunnen nog een plaats, twee plaatsen misschien, opschuiven. Zeker, zeker. Voor de match sprak iedereen al van Europees voetbal. Het zal voorbij zijn, maar het is zeker nog niet voorbij. We gaan er nog volop voor gaan. En dan zullen we zien waar we uitkomen. Als we nu hebben we 3 punten gepakt en zijn misschien vertrokken. Volgende week thuis tegen Genk, weer een thuismatch. Dan is het uit naar... Weet ik ook niet precies. Nee, en dan hebben we terug 2 thuismatchen, dus het wordt nog mooi, denk ik. Ja. De groep gelooft er weer in. Ik neem aan dat er een ware feeststemming in de kleedkamers was. Ja, ja, zeker, zeker. We hebben goed gefeest. Ja. De stemming was zeer goed, natuurlijk. En, dat is natuurlijk heel belangrijk. En de sfeer is eigenlijk altijd al heel het seizoen is die goed. Zelfs als we een paar matchen verliezen, hebben we nog altijd een groep die samenhangt. En dat is het belangrijkste. Okay. Maar deze overwinning was nodig. Kunnen we het zo besluiten? Succes nog. Dank je.